Waarom kan iedereen er in de toekomst zo uitzien zoals hij of zij wil? Dit is de Universiteit van Nederland. Plastische chirurgie is alleen maar problemen oplossen door te lenen van de ene plek wat je op de andere plek nodig hebt. Dus ik wil even met jullie een beetje sparren van wat denk je nou zoal wat wij aan reservemateriaal bij ons hebben. En we gaan gewoon een paar voorbeelden, dus noem vooral, roep wat je denkt dat in je opkomt. Stel, ik heb een grote brandwond opgelopen van mijn hele arm, je huid is helemaal weg. Wat heb ik nodig? Is huid. Waar haal ik dat vandaan? Rug, bil, nog meer? Bovenbeen, ja. Ik kies voor bovenbeen als ik het mag zeggen. Beste plek om het te verbergen in de meeste kleding. Een plek waar je niet zoveel last van hoeft te hebben. Het is een hele mooie plek. Hè? We maken met een speciaal mes, nemen een soort schaafhuidje af van bijvoorbeeld je been. Maar je kan het theoretisch overal nemen. Die huid die leg je op de plek waar je hem nodig hebt. Groeit weer vast. En die schaafwond die geneest zoals elke schaafwond geneest. Dus eigenlijk een enorme voorraad aan huid hebben bij ons. Waarom is het niet fantastisch? Omdat bij zo'n brandwond ben ik volle dikte huid kwijt en het vet wat eronder zit. Wat zorgt dat mijn huid losjes kan bewegen ten opzichte van de spieren die eronder zitten. En als ik daar een heel dun reepje huid op terugleg, dan krijg ik dus veel dunnere kwetsbare huid die makkelijk kapot gaat. Maar die ook vast zit aan mijn spieren. Dus meebeweegt, pijn kan geven, minder goed meegroeit en zelfs samentrekkingen kan geven, contracturen, waardoor gewrichten niet meer goed kunnen werken. Dus het is een leuke oplossing, maar niet echt perfect. Stel, ik ben mijn bicepspier kwijt. Kan door een letsel zijn, aangeboren. Ik heb geen bicepspier. En dit is een hele belangrijke functie om bijvoorbeeld te eten. Wat kan ik doen om mijn bicepspier te vervangen? Ja, je latissimus dorsis, een grote rugspier. Die zit al voor een deel vast aan je bovenarm. Voordeel is, kan je daar laten vastzitten, dus de doorbloeding en de zenuwen laat je intact. Je zet hem om en je hebt weer bicepsfunctie. Een onderkaak zoek ik. Door roken, drinken kan je een gezwel krijgen, kwaadaardig gezwel in je mondbodem of je onderkaak. KNO-arts haalt die hele kaak eruit of een deel ervan. En ik heb een nieuw stuk bot nodig. Waar haal ik het? Fibula. Kuitbeen voor de niet-medici onder ons. Je kuitbeen kan je makkelijk missen. Je laat het onderste stukje staan waar het meedoet aan je enkelgewricht. Het bovenste stukje voor je kniegewricht. En dat hele stuk daartussen haal je eruit met bloedvaten. Je zaagt het mooi in stukjes in een mooie bocht. En je hebt een nieuwe onderkaak. En er kunnen ook weer implantaten in. Nou, deze voorbeelden geven wel aan hoe wij gewoon eigenlijk een lopend reservebankje zijn voor onszelf. En daar kunnen wij best goede dingen mee bereiken. Maar zo goed als het origineel is het natuurlijk allemaal niet. En niet alleen dat, maar het is ook zo dat we donor sites maken. Dus de plek waar wij lenen, brengen wij schade toe. Dus het is altijd een afweging. Dus we zeggen van nou, de winst is groter dan het verlies, dus vinden we het een goed idee. Maar dat is natuurlijk eigenlijk maar een beetje behelpen. Nou, ik ga jullie nog een beetje meenemen in een paar voorbeelden die wij hebben voor de plastische chirurgie uit onze grote reservebank. Als er een oor af is gebeten door bijvoorbeeld een hond, dat gebeurt nogal eens, kan ik je zeggen, maar ook door mensen die elkaar dit aandoen, of door een aangeboren afwijking, dan maken wij een nieuwe oorschelp van ribben. Het onderste deel, je zwevende ribben, die zijn echt van heel mooi kraakbeen, daar kan je een oorschelp weer van maken. Redelijk mooi resultaat, maar redelijk groot litteken ook op je ribbenkast. En dat kan best pijnlijk zijn. Nou, dat is voorbeeld 1. Dan gaan we naar het volgende voorbeeld. Een heel groot voorkomend probleem. 1 op de 9 van de vrouwen krijgt te maken in hun leven met borstkanker. En een deel van hen heeft een borstamputatie nodig. Nou, daar is een grote wens tot weer een reconstructie. Dat kan je doen op een hele simpele manier met een prothese. Maar je kan het ook proberen met eigen weefsel te doen. Want dat geeft een veel meer natuurlijk resultaat en dus ook meer tevredenheid bij de patiënt. Wat wij vroeger deden voor deze operatie, is dat we dat haalden van het huid en het vet van de buik.
En dat lieten we vastzitten aan een van de grote buikspieren, zoals je hier getekend ziet. Omdat die buikspier zorgde dan dat dat hele complex van huid en vet doorbloed bleef. We maakten een grote tunnel onderhuids en brachten dit naar boven toe. Dat heette de tram flap. Was redelijk succesvol, maar je offert een grote buikspier op. Dus als jij dan van licht naar zit wil komen, dan lukt je dat bijna niet meer. Dat geeft heel veel functieverlies. Bovendien was die doorbloeding niet zo betrouwbaar. Wat we vervolgens zijn gaan doen, is perforatorlappen ontwikkelen. Nou, dat is een heel mooi systeem. We nemen niet meer die hele spier mee. We nemen alleen dat kleine bloedvaatje wat naar de huid en de vet gaat. En die prepareren we heel voorzichtig uit die spier. Gaan richting de lies waar het grote bloedvat vandaan komt. Knippen hem daardoor. En met microchirurgie zetten we weer vast tussen je ribben aan de bloedvaten die daar lopen. Mooier resultaat, omdat je buikspier intact blijft, dus functioneel veel beter. De betrouwbaarheid van de doorbloeding van je weefsel werd veel beter. Dus zo kunnen we wel dat lenen al wat fancier maken. Dus wat minder verlies van de donorsite. Dat volgende voorbeeld wat ik je nog wil laten zien, is als je een groot letsel hebt van je onderbeen en de platen en schroeven komen bloot te liggen en je kijkt gewoon op het bot van zo'n onderbeen, dan moet je dat weer bedekken. Nou, hier hebben we eigenlijk ook niet zoveel goede oplossingen voor, anders dan een spier die je ergens kan missen. Bijvoorbeeld je gratiulespier, heel mooi slank spiertje aan de binnenkant van je bovenbeen. Die kan je prima missen. Die halen we eruit weer met zijn eigen bloedvaten. Sluiten we aan waar we hem nodig hebben en we bedekken daarmee het probleem. Zo hebben we dus een heel arsenaal aan methoden. We hebben die microchirurgie, we hebben tissue expanders, we hebben die distractietechnieken. Die kunnen we allemaal inzetten voor een goed resultaat. Maar dat origineel, dat blijft maar lonken. Hoe kunnen we nou toch zorgen dat wij niet zoveel hoeven te lenen en het best mogelijke resultaat gaan maken? Nou, dan gaan we kijken wat er in de toekomst mogelijk is. En die toekomst die is niet altijd zo ver weg als we denken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar prenatale screening. Vrouwen in Nederland krijgen bij 20 weken zwangerschap een echo. En wat herkennen we dan al heel vaak? Een schizus van de lip, dus een hazenlip. Dat kun je gewoon op zo'n echo al herkennen. Wij weten uit onderzoek dat als jij opereert voordat een kind geboren wordt, dat hij een veel betere wondgenezing heeft. Die littekens zijn veel mooier. Zo mooi krijgen wij het nooit meer na de geboorte. Dat zou dus best een goede optie kunnen zijn. Zullen we dit in de toekomst prenataal al gaan opereren? Nou, dat wordt tegenwoordig gedaan, niet voor schizus nog, maar voor open ruggetjes. En dat is heel interessant. Die kinderen die geopereerd worden, die krijgen niet alleen een mooier litteken, maar zelfs het herstel van de zenuwbanen die bij hen aangedaan zijn, is beter dan als je pas opereert na de geboorte. Op dit moment is die prenatale chirurgie nog best riskant. Zowel voor moeder als voor kind. Dus die weegschaal die slaat nog een beetje door naar de richting van niet doen voor schizus. Wel doen voor kinderen met een ernstige open rug. Want daar kun je echt al een heleboel winst pakken. Maar goed, dat is denk ik echt toekomst die reëel is. Als dit veilig wordt, en waarom zou het niet veiliger worden in de toekomst, dan kunnen wij dit soort afwijkingen die we vroeg herkennen, ook vroeg gaan opereren met een beter resultaat. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mooie, lonkende perspectieven. Want als je nou aan die aangeboren afwijkingen denkt, dan zou je natuurlijk het liefste het willen voorkomen. Wat wij nu doen, is dat wij allemaal de gevolgen van een aangeboren afwijking zitten te corrigeren. We proberen de gevolgen ervan weg te opereren, en zo mooi mogelijk allemaal te krijgen qua functie, qua vorm. Maar wat zou het mooi zijn als wij de oorzaak kunnen oplossen? Nou, daar zijn hele spannende projecten gaande. En dat doe ik samen met de Universiteit van Wageningen. Dat is professor van de Oost. En samen met dokter Van Leeuwen uit het Erasmus MC van de botmetabolisme. En wat wij proberen is, zijn wij ooit in staat om het genetisch defect te herstellen? En dat is een heel spannend model. En daar kan ik een klein stukje van jullie laten zien. Waarbij we gebruik maken van het afweersysteem van bacteriën, het CRISPR-Cas als je het echt wil weten. En dat systeem maakt het mogelijk om heel precies een kopietje te maken van het goede gen, zoals dat moet zijn. Het foute gennetje, wat je hier in het rood ziet, eruit te laten knippen. En het goede stukje wordt ingebouwd.
Ja, dit is natuurlijk waanzinnig als we dit zouden kunnen. En dan kan je echt de wildste beelden bedenken van aangeboren afwijkingen, waarvan je bijvoorbeeld al weet, omdat het in een familie voorkomt, dat dit in de verre toekomst een keer hersteld kan worden, in plaats van al die chirurgie die wij er nu voor nodig hebben. Er zijn nog meer spannende projecten. Als we kijken naar wat er in Beverwijk en in VU bij de plastische chirurgie gebeurt, dan zijn we bij dokter Van Zuylen aangekomen. Die is dé expert in Nederland van brandwonden. En brandwonden, ja, wat zou je het liefste willen? Dat je daar kraakbeen en huid en vet en alles kan kweken van die patiënt zelf. Niet van een donor, maar je neemt één celletje van je patiënt, gaat naar het laboratorium, kweekt daar precies wat je nodig hebt en je brengt het terug naar de patiënt. Nou, hij is daar druk mee doende. Ze kunnen het al redelijk kweken. Dus hier zien we al wat van zijn vetcel kweken die hij kan maken. Ingebouwd in het hele collageensysteem, het skelet eigenlijk waarin die vetcellen zitten. Maar het vraagt nog veel te veel tijd. Het is nog niet zo dat je even dat kan kweken en binnen een paar dagen dat er alweer op kan zetten. Dus dit is ook nog toekomstmuziek. Maar dit is natuurlijk wat je wil. Het grote voordeel ten opzichte van zo'n aangezichtstransplantatie is, dit is gewoon van jezelf. Niks geen afweer, niks geen medicatie met naar bijwerkingen. Je maakt precies dat wat je nodig hebt. Het moeilijke nu is nog dat als je cellen tot deling krijgt, het moet ook weer stoppen. Je moet precies cellen laten weten van dit moet je maken, dan moet je stoppen met groeien en meer moet het niet worden. Nou, als laatste ontwikkeling, die denk ik echt in de hele nabije toekomst al toepassing zal vinden, is de robot. Er wordt al redelijk wat met robots gewerkt in de geneeskunde. Maar wat ons betreft bij de plastische chirurgie zit de grootste ontwikkeling in het toepassen van robots bij microchirurgie. En dat is wat professor Van der Hulst in Maastricht Academisch Ziekenhuis aan het ontwikkelen is. Want microchirurgie, dat gaat echt over detail. Dat zijn hele fijne handelingen en een verkeerd steekje en de hele lab die jij aan het overbrengen bent faalt. Ja, en mensenwerk is gewoon niet zo goed als wat een robot kan. Een robot wordt niet moe. Een robot heeft geen leercurve. Dit is natuurlijk bij iedere nieuwe assistent die vol enthousiasme aan deze chirurgie begint, die moet het weer leren en die heeft een leercurve. Een robot niet. Een robot doet het gewoon meteen goed. En ik denk dat dat dus echt de toekomst is om gewoon betere chirurgie te krijgen. Zijn wij dan overbodig geworden? Want dat is een beetje, als je dit allemaal hoort, ja, fantastisch voor de patiënt. Is dit het einde van de plastisch chirurg? Nou, dat denk ik niet. Want eigenlijk, als je ziet, al die grote stappen die er gemaakt zijn in al die eeuwen, zijn allemaal gemaakt door mensen. Er zal geen robot of computer zijn die ineens een enorme brainwave krijgt en zegt van, nou, ik heb nu een goed idee. En het blijft altijd nog menswerk om met die patiënt in contact te gaan van, wil je dit überhaupt? Dit is een optie. Maar wil je het überhaupt? En die beslissing zal je altijd moeten maken als mens tot mens. Dus we kunnen een heleboel. Er longt er nog veel meer. Het is het spannendste vak wat er is. En voorlopig zijn we nog hard nodig.